twee hoofdrolspelers hebben we in de BNB Vol Liefde. Ja, we hebben Doedelzak daar in Schotland en we hebben Lomp in Spanje. Maar we beginnen in Schotland bij Doedelzak. Want daar was ineens, ging die magreet, geloof ik, die tijgerprintje, die ging er vandoor. Auw, wat een vertoning is dat zeg. Wat sloeg dat nou helemaal op? Ja, die kreeg ineens een klus en die kon ze niet laten lopen. Wat is dat voor onzin? Je zit in het programma en je doet mee en je bent op zoek, zogenaamd, naar de liefde. Maar dat was ze dus kennelijk niet, nee. En weg was ze. Oh, nou zeg. En Doedelzak die denkt, want hij vond tijgerprintje eigenlijk wel lollig. Want dat is het punt met Doedelzak. Die Doedelzak, die valt eigenlijk op vrouwen die net een beetje minder kakineus zijn dan hij. Ja, hij wil eigenlijk niet een enorme tuthola. Nee. Hij wil wel een beetje dat volkse en dat gewoon lekker een beetje los uit het bekkie kleppen. Die dat soort vrouwen, dat vindt hij eigenlijk wel lollig. Ja. En dat zag hij in tijgerprintje. Want daarna heeft hij er eentje gekregen, die Louise, ja, die helemaal gek is van Schotland, dus ik noem haar maar even Loch Ness. En Loch Ness, maar die is het ook niet, want Loch Ness is ook weer iets te, ja, netjes, iets te serieus. En dat wil hij eigenlijk niet, Doedelzak. Nee, Doedelzak wil een beetje, tada, die. En die heeft hij nu binnen, weer zo eentje, een soort tijgerprintje. Hij heeft nu die Suzanne, en die is in letselschade, weet ik veel, jurist, dus zeg maar advocaatje Leef je nog, noemen we die even. Dus advocaatje Leef je nog, die maakt eigenlijk wel een aardige kans, denk ik, bij Doedelzak. Ja, ja, schakelen wij vrienden snel door naar Spanje. Want wat daar allemaal gebeurd is, vrienden, ja, daar raken wij gewoon nooit over uitgepraat. Nee, met onze Albert, bijgenaamd Lomp. Ja, en hij doet zijn naam alle eer aan, hè, Lomp. Ja, hij zoekt eigenlijk nog, Hork zoekt hij ook nog als bijnaam eigenlijk. Maar Lomp, nou, Lomp die heeft zich totaal bewezen in alle dingen die hij zegt. In alle dingen die hij doet. Ja, vreselijk allemaal. Vreselijk. Met het praten over puppies. En praten over papi en dit en dat. En elke zoen scène die hij ook maar heeft. Die spat het ongemak vanaf. Oh, vrienden. Je kan er bijna niet naar kijken. Gewoon. Je denkt, oh, is het al weg? Vreselijk. En dan die Rolls Joyce. Die zich ook verschrikkelijk aanstelt. Deze. Oh. Ernstige golddigger. Oh. En die doet dan ook zo'n klein meisje spelen. Oh. Maar ja. Oh, vrienden, vreselijk allemaal, vreselijk. En zeg maar, Zonnebril, ja, bijgenaamd ook nog Who the Fuck is Alice. Maar Who the Fuck is Alice dacht ook bij zichzelf, ja, dag, ik ga er gauw vandoor. Ja, ik heb het wel gezien met Lomp, dacht ze, ja. En daar heeft ze volkomen gelijk in. En toen ging ze weg. En toen probeerde hij toch weer, hij blijft natuurlijk ernstig familie van die geile neef. Hij probeert hier toch nog even op de bek te zoenen. Oh, ai. En dan moet je, vrienden, toen kwam de nieuwe dame, hè? Sandra, geloof ik. Ja, die zit in de bruidsmode. Dus die noemen we even, daar komt de bruid. En daar komt de bruid. Dan moet je, je zou het eigenlijk even terug moeten kijken, vrienden. Op het moment dat daar komt de bruid, aankomt bij Lomp. Ja. Want eerst wordt ze opgevangen dan door Rolls Joyce.
die neemt hem mee naar de onderkant van die trap. Dan komt Lomp, die loopt naar beneden. En die is dan al heel erg verrast dat zij er is. En dan, en dan moet je goed kijken naar zijn ogen en hoe die kijkt. Nou, daar komt de bruid. Nou, ja, daar spat weer vanaf van, hoe kan ik die ook nog even pakken? Ja. Want zo zit hij in elkaar. Want dat gaf hij ook toe in een gesprekje met Who the Fuck is Alice. Want zij zegt tegen hem van, ja, jouw emoties die vliegen alle kanten op. 5 minuten dit en dan 5 minuten later denk je weer dat. Ja, zei hij toen. Geen garanties. Kijk, en dat is de ware aard van Lomp. Ja, en daar krijgt onze Rolls-Royce eventueel in de toekomst, krijgt ze mee te maken. Want die man die schiet elke vrouw achterna. En dat is niet te harde gewoon, vrienden. Nou, en toen kregen we natuurlijk de kerst op de taart. Ja, dat Lomp zei, ja, hartelijk welkom. Daar komt de bruid. Maar ik ben weg. Ik ga naar Nederland en tot ziens. Maar die zit in een programma waarvan hij weet dat er dus dames kunnen komen en kunnen komen. En toch gaat Lomp er vandoor. Ja, hoe is hij, hè? Ja, nou dan ben je echt, echt uitermate lomp.